André Hazes legt zich er niet bij de neer als hij zijn eigen vader nooit overtreft. Hij stond 21 keer in A.O.I. Daar wil ik overheen. En ik denk dat hij dat ook zou willen. De zoon van de beroemde volkszanger wil ook dat zijn eigen zoon later iets gaat betekenen. Zegt Hazes in een interview met het ad. Ik hoop niet dat hij later zomaar iets gaat doen. Hij hoeft geen zanger te worden, al gaat hij de politiek in. Maar ik wil niet dat hij zomaar iets gaat doen van 9 tot 5. Dat vind ik niet genoeg. Ook zou de zanger graag zien dat zijn zoon de naam André blijft doorgeven. Ik hoop dat hij ook een zoon krijgt en dat hij die ook André Hazes noemt. Dat vind ik een waanzinnig mooie gedachte. KLM Vlucht Hazes vertelt in het interview dat zijn vader bijna nooit thuis was. Maar toch heb ik altijd het gevoel gehad dat hij er voor me was, zegt hij. Als voorbeeld vertelt hij over een incident dat zich in het jaar 2000 voordeed. En waarbij zijn vader een medepassagier sloeg op een KLM vlucht. Ik zat als kind te in het vliegtuig. De man voor me gaf mij een klap met een krant, omdat ik tegen zijn stoel had getrapt. Mijn vader stond op en die begon me toch op die vent in te bukken. Hij heeft er twee weken cel voor gehad, zo erg was het. Die celstraf kwam er niet van, omdat Hazes vlak na de rechtszaak overleed. Maar die twee weken had hij lachend uitgezeten, voor mij.